NEC speelde maandagavond de wedstrijd in het Philipsstadion tegen PSV en het gaf een 1-3 voorsprong uit de handen. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 3-3 en afloop spraken we met Moreyi en trainer Adrie Bogers. Adrie staat op een 1-3 voorsprong. Uiteindelijk sta je tussen aanhalingstekens met lege handen, mag ik het zo zeggen? Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Uiteindelijk moet je hier die 3 punten meenemen en daar zag het ook helemaal naar uit. En uiteindelijk heb je maar 1 punt, dus ja, dat is gewoon verschrikkelijk balen. Het is gewoon schandalig hoe wij die voorsprong weggeven. 2-3, slechte keepersfout, miscommunicatie achterin. Ja, en dan valt die 3-3 nog. Wij missen tussendoor nog een penalty. Hier moet je gewoon 1-4, 1-5 winnen, simpel. Wat ging er volgens jou fout bij de 2-3 en de 3-3? Ja, dat moet ik nog terugzien. Maar dat werd in ieder geval niet top verdedigd, waardoor we die kansen weggaven. En uiteindelijk hadden we daarvoor al een strafschop gemist. Dus dat zijn, uiteindelijk ben je daar enorm teleurgesteld over, want dit was een wedstrijd die je gewoon had moeten winnen. Het begon echt dramatisch de eerste 10, 15 minuten. Speelde Jong PSV gewoon verdienstelijk. Maar de rest van de wedstrijd waren wij gewoon de betere ploeg. En zoals ik al zeg, je moet hier 1-4, 1-5 winnen. Ja, en als wij kansen laten liggen en we geven cadeautjes weg, dan wordt het 3-3. Ja, bij de 2-3 ging natuurlijk Joshua Smits in de fout, hoeven we niet omheen te draaien. Hoe dicht zit Joris Del dan bij de basis? Ja, nou ja, die zit er dichtbij, dus dat moeten we bekijken. Ik bedoel, iedereen die is inzetbaar, dus ja, dat zien we de komende tijd wel. Maar het is wel serieus mogelijk dat er een keeperswissel komt voor vrijdag? Ja, dat is nu nog te snel na de wedstrijd om daarover te oordelen. Daar denk ik rustig over na en ik kom daar met een gepaste oplossing voor. Ja, het was een counter en Sam was aan de linkerkant helemaal vrij. En ja, ik kon zo doorlopen naar de keeper en schiet hem goed binnen. En dat kost ons 2 punten. NEC speelde wel een goede wedstrijd, zoals je al zei. Ze hadden goede aanvallen bij. Waar ben je dan het meest kwaad over? Want je werd behoorlijk boos net na afloop. Ja, dat je de punten gewoon weggeeft. Ik bedoel, als we iets willen betekenen in die competitie en willen graag promoveren en meedoen bovenin, ja, dan is dit gewoon doodzonde en dan het is gewoon amateuristisch. Ja, de trainer was boos en terecht. Wij geven gewoon een 3-1 voorsprong weg. En dat moet je ons kwalijk nemen als team zijn. De aanvallers, verdedigen, iedereen is daar verantwoordelijk voor. En we hebben vandaag gewoon gefaald.